Dag Frederik, vandaag in Beervelde, maar binnenkort in Vargen. Jawel, we zijn terug aanwezig hier op Beervelde, een prachtig evenement. En we hebben vorig jaar hier gestaan met een stand, klein maar gezellig. En we hebben toch vruchten geplukt met Warhem Koers. En dit jaar hebben Stijn en ik gezegd, ja, we gaan hier een stand nemen en hier wat promotie maken voor Warhem Koers. Warhem Koers, wat gebeurt daar precies bij u? We hebben een tent juist naast de hippodroom. We hebben een formule van 12 tot 12 en 193 met het ticket van de hippodroom inbeleven. En dan hebben we een formule voor die mensen die zeggen, we gaan overdag naar het plein. En komen dan s'avonds vanaf 5:30 uur. En dat is €50, allemaal exclusief BTW. Met optredens van de Romeo's, Domino's, Axel Dazeleren. Tal van bekende BV's die komen, dus top. Ook een goede catering, heb ik gehoord. Ja, Outre komt de catering verzorgen. Dus, die trouwens ook zit hier in Beervelde. Die ook hier in Beervelde, dus ik denk, dat kan niet meer stuk. Hoeveel jaren doe je dat al? We zijn nu 12 jaar begonnen, we zijn nu 5 jaar aan het leeuwken. En we gaan waarschijnlijk naar 2500 personen dit jaar. Laatste jaar op dit plein heb ik gehoord. Wat gaat er nadien gebeuren? Volgend jaar gaan we naar de Expohal, waar we een replica gaan maken van de Hippodroom. En waar we alles in het teken van het paard gaan zetten. De mensen een aangename sfeer geven, zoals in de tent, maar nog iets meer met topartiesten. Normaal gezien zijn we voor 75% ready voor Bob Sinclair en Shaggy. Met nog bekende Vlamingen enzovoort. De mensen die binnenkomen in uw tent, van waar komen die overal? Over Hans België. Bedrijven waar ik met mijn netwerk, met ons feest, Fête Bels, enorm veel contacten heb. Saint-Tropez, hè? Dus. Saint-Tropez. Waar ons grootste netwerkdag is, 21 juli, Fête Bels. Waar we klanten krijgen van over Hans Baaien die naar Fête Bels komen. En die dat ook wel eens zien zetten van naar Warhem Koers te komen. Juiste datum dan nog? 2 september. Dit jaar 2 september, volgend jaar 1 september. En dan terug in augustus. Probleem vaak in Warhem Koers is de bereikbaarheid. Per auto. Mensen komen met de wagen. Hoe kunnen die bij u terecht? Als ze een parking, als ze een ticket nemen voor de middag, hebben ze parking inbegrepen. Komen ze met een groep, kunnen we ook wel iets doen voor parkingen. Ja, we hebben shuttles die hele dag over en weer. Zijn er mensen van niet ver van rond Warhem, brengen we ze ook thuis. Dus we proberen alles in goede banen te leiden. De artiesten, weet u welk uur die mensen daar staan? De Domino's komen om 6 uur tot 8 uur, denk ik. Dan de Romeo's tot 9:30 uur, dan Axel Dazeleren. En dan nog een DJ en dan misschien nog een surprise act ook nog. Kan u zeggen waar de mensen terecht kunnen voor kaarten? Zijn er nog beschikbaar? Er zijn nog kaarten beschikbaar. Wat zijn de laatste week? We zijn nu al 1800 personen. Kunnen op de website www.vipanasplays.be. Bedankt voor Erik, succes. Bedankt Willy.